Kinderen in Duiven zijn het zwerfvuil op straat zat. Ze raapten het op, maar dat niet alleen. Ze brachten het ook naar de Tweede Kamer. Een initiatief van de Zwerfvuil Experience. In de Zwerfafval Experience in Duiven zijn al meer dan 1000 kinderen langs geweest. Wat heb jij gevonden? Flesje. Het doel is een stukje bewustwording. We hebben maar één wereld. We hebben maar één zee. We kunnen niet langer zo blijven doorgaan zoals we nu zijn. En dus steken ze de handen uit de mouwen. Wat je ook vaak ziet zijn peuken. Want er ligt heel veel zwerfvuil op straat. Nou, eigenlijk niet normaal. Dat is eigenlijk te veel. Hier ligt een blikje en dat hoort niet in de natuur. Meerte! Het gasveld is er nog niet zo lang. Er ligt nu al helemaal vol. De ruim 1000 verzamelde flesjes krijgen een bijzondere bestemming. Dat gaan we naar de Tweede Kamer brengen. Waarom? Omdat wij op de blikjes en flesjes statiegeld willen. De kinderen stopten allemaal een persoonlijke wens in de fles. Mijn wens dat binnen 10 jaar Duiven helemaal schoon is. Dat niemand meer afval op de grond gaat gooien. Dat er statiegeld op blikjes en flesjes komt. En er zijn nog veel meer wensen. Hier zitten wensen in, hier, daar, daar. Het is echt ongelooflijk. Eenmaal in Den Haag is het toch wel een beetje spannend. Nou, dat ik op tv kom en de radio. Nou, je bent toch gewoon in de Tweede Kamer en je gaat erheen. Kamerleden horen de wensen aan en de staatssecretaris reageert enthousiast. Ik kom nog met een brief aan de Kamer, maar ik vind het in ieder geval samen met deze kinderen heel belangrijk dat we echt voor die plastic soep een oplossing vinden. 15 maart zeggen ze of het echt gelukt is. Of er statiegeld komt, want dan wordt het besproken in de Kamer. Ja, dankzij ons. High five. Ik moet komen.